Kijkers, goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Openbare werken pakt de wegen para aan. Ontslagwet 2018 wordt geëvalueerd. Nederlandse brigade-generaal maakt opwachting bij minister Matura. Ministerie van LVV neemt onderhoud rijstpolders ter hand. Schoolgaande tienermoeders krijgen voorlichting over opvoedingsvaardigheden. En gezondheidswerkers leren in Portugees communiceren. Het ministerie van Openbare Werken en het districtscommissariaat van Para pakken diverse wegen aan. Van 23 tot en met 24 maart 2023 zijn diverse zandwegen in het district geëgaliseerd en geprofileerd. Het gaat hierbij om wegen in de resorten Para Noord en Para Zuid. Daarnaast is de wegenautoriteit op 24 maart 2023 begonnen met asfaltherstelwerkzaamheden aan de Avobakkaweg ter hoogte van mast 24. De uitvoering van deze werkzaamheden kan mogelijk 2 weken in beslag nemen. De ontslagwet van 2018 zal worden geëvalueerd. Hiertoe is op donderdag 23 maart 2023 de commissie Evaluatie Ontslagwet 2018 geïnstalleerd voor een periode van 6 maanden door minister Stephen McAndrew. Na ongeveer 5 jaren met deze wet te hebben gewerkt, is het nu meer dan tijd voor het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken om te weten hoe de wet heeft gefunctioneerd, als er eventuele hiaten zijn geconstateerd en wat de pro's en cons zijn vanuit het arbeidsveld. Ook het ontslagbesluit van 2021 zal onder de loep worden genomen. De uiteindelijke bedoeling van deze evaluatie is om aanpassingen te plegen aan de wet voor zover noodzakelijk om de werking ervan te verbeteren. De evaluatie van de wet is een verplichting welke verankerd is in de bedoelde wet en in principe 2 jaren na de inwerkingtreding van de wet diende te geschieden. De COVID-19-pandemie zorgde echter voor stagnatie. De commissie is onder voorzitterschap van Glenn Pirou, onderdirecteur van het Onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken van AWJ. Minister McAndrew heeft bij de installatie aangegeven dat snelle ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen op arbeidsgebied de continue evaluatie en eventuele aanpassingen van bestaande arbeidswetten noodzaken. De bewindsman is ervan bewust dat de ontslagwet voor- en tegenstanders heeft, maar is van mening dat deze wet zekerheid biedt aan zowel werkgevers als werknemers en dat die zekerheid gewaarborgd moet blijven. De Nederlandse brigade-generaal der mariniers, Jan Hut, heeft op dinsdag 28 maart zijn opwachting gemaakt bij Defensie-minister Krishnakumari Matura. De legerfunctionaris vertoeft in Suriname in verband met de Jungle Warfare Instructor Course, die door het commando Zeestrijdkrachten en het Korps Mariniers in Suriname wordt uitgevoerd. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft eerder deze maand een aanvang gemaakt met onderhoudswerkzaamheden van irrigatiekanalen in Nikeri. Het gaat om de waterhuishouding van de rijstvelden in Wageningen en Groot-Henaar, de middenstands Nanni en Van Drimmelenpolder. Landbouwdirecteur Sudes Chanchairam zegt dat het onderhoud vooral te maken heeft met de rijstoogst die intussen al van start is gegaan. Het ministerie van LVV is nu bezig met onderhoudswerkzaamheden in Nikeri. Het gaat om de rijstpolders. We zijn begonnen op Wageningen 2 weken geleden. Daarna zijn we gegaan naar
Groothinaar, van Groothinaar naar Middelstaan weer. Van Middelstaan zijn we hier gekomen, naar die polder. En van hier gaan we verder naar Van Drimmelpolder. Van Van Drimmelpolder gaan we naar Wageningen terug. Het gaat om onderhoud van de irrigatie en loosleidingen. Vooral vanwege dus ook de oost die nu al is begonnen. En u weet dus dat het in de rijstcultuur zo is dat je in bepaalde tijden, vooral oosttijd, je percelen moet draineren. Dus je moet goede afvoerkanalen hebben. En u weet, de meeste kanalen zijn ook dicht begroeid. Dus vandaar dat de boeren onze medewerking vragen om voor hun op te schonen. En we hebben dat al gedaan en we zijn bezig daarmee. Maar hier en daar heb je ook boeren die nog water nodig hebben. En daarvoor heb je dan natuurlijk ook goede irrigatieleidingen nodig. Dus een aantal van die irrigatieleidingen worden ook gedaan. Maar natuurlijk is het ook belangrijk te weten, dus dat wij, behalve dat wij zelf bezig zijn met onze machines, de boeren te helpen. Ja, de boeren hoeven bijna niks bij te dragen. Het enige is dat ze soms wel wat bijdragen moeten leveren wanneer we te maken hebben met transport van de ene polder naar die andere polder, want we hebben die trailer niet. Maar brandstof, et cetera, daarvoor zorgen we meestal zelf. Als er een tekort is, komen ze wel in. Maar belangrijk is ook te weten dat het in samenspraak gebeurt met de boeren. Die schema wordt ook gemaakt in samenspraak met de boeren. Natuurlijk zijn er zoveel polders en zoveel boeren die in aanmerking willen komen om dat hun gebied, hun afvoerleidingen of aanvoerleidingen schoongemaakt wordt. Maar natuurlijk zijn wij van het ministerie niet in staat met één machine zoveel schoon te maken. Natuurlijk zijn we bezig met het andere project via de IDB, de rehabilitatie van die waterschapgebieden, etc. Maar dat is een activiteit waarbij wij structureel het probleem van dat onderhoud en die watermanagement gaan aanpakken. Zolang in feite er behoefte bestaat, gaan we door met onderhoudswerkzaamheden. Natuurlijk is het zo dus dat die machine van ons een hele tijd buiten bedrijf was. Pas 3 weken geleden is het weer in bedrijf. En we zijn dan gelijk gestart. En natuurlijk hiermee is het ook zo dat je dan als overheid ook veel kan besparen. Dus we gaan misschien kijken of het mogelijk is. Misschien nog een machine voor het ministerie. Waardoor we dus meer kunnen doen. Wij van het ministerie zijn continu bezig natuurlijk te kijken wat de knelpunten zijn. Wat de problemen zijn. Waardoor de productie gestagneerd wordt. Ja, ik heb ook aangehaald het project van Wanica, waarmee we zijn gestart, waarbij we de boeren ondersteunen met grondbewerking, etc. Dus we proberen telkens na te gaan samen met de boeren wat de problemen zijn die de productie stimuleren. En dan proberen we gezamenlijk die problemen aan te pakken, waardoor de productie gestimuleerd kan worden en waardoor de productie opgevoed kan worden. Want u weet, de laatste jaren, vooral vanwege de weersomstandigheden en natuurlijk hadden we COVID, is de productie toch wel behoorlijk achteruit gegaan. De inzaai is ook achteruit gegaan. Wij moeten in feite alles in het werk stellen om de productie weer op peil te brengen. Vandaar dat we natuurlijk samen proberen ook op het veld te gaan, met de boeren te praten, naar de polders te gaan, om zoveel als mogelijk te kijken hoe we die productie kunnen opvoeren. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft op zaterdag 25 maart 2023 de tweede sessie over opvoedingsvaardigheden voor schoolgaande tienermoeders gehouden. Deze keer was het de beurt aan jonge moeders van Paramaribo Centrum die in het gebouw van de Kennedy Stichting voorlichting hebben gekregen over voeding en opvoeding, risico's van jong moederschap, technieken van verzorging en de groeicurve. Het AWJ-ministerie biedt deze sessies aan schoolgaande tienermoeders in verschillende gebieden, omdat opvoedingsvaardigheden van grote betekenis zijn bij het proces van ouderschap in relatie tot opvoeding van het kind. Middels deze sessies creëert het ministerie ook bewustwording bij de doelgroep en stimuleert verdere scholing van de moeder na de bevalling. Onderdirecteur Madhuri Munesar van het Onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden heeft de jonge moeders voor aanvang van de sessie toegesproken. Ze is ervan bewust dat de opvoeding van het kind veel tijd en inspanning vergt. Ondanks de tijd die de jonge moeders moeten maken voor zichzelf om de school af te maken, is gekeken naar hoe het ministerie een helpende hand kan bieden middels begeleiding.
Ook wees ze op de verantwoordelijkheid van de partners bij het opvoeden van het kind, omdat zowel moeder als vader in gelijke mate een rol hebben te vervullen naar het kind toe. En vertegenwoordigers van het malaria-programma van het ministerie van Volksgezondheid en de medische zending hebben op donderdag 23 maart ten kantoren van Libera Training, Coaching en Consulting NV officieel een digitale taalkursus Portugees voor gezondheidswerkers in ontvangst genomen. Deze cursus is in opdracht van het departement door Libera ontwikkeld en wel met ondersteuning van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de IDB. De digitale taalkursus stelt gezondheidswerkers in staat om basiswoorden en zinnen te leren die belangrijk zijn bij een medisch gericht vraaggesprek met Portugees-taligen. Door de taalbarrière aan te pakken, wordt medische zorg voor deze groep toegankelijker. Dit is belangrijk in het algemeen omdat gezondheidszorg een mensenrecht is. Het is in het bijzonder belangrijk voor Suriname, omdat het land een grote Portugees-talige populatie heeft, met name in het binnenland. Deze groep moet in het kader van de bestrijding van infectieziekten zoals malaria effectief bereikt worden met preventie- en bestrijdingsinterventies. De taalkursus is dan ook deel van de Nationale Malaria-eliminatiestrategie. Voor gebieden die geen toegang hebben tot het internet, zal de taalkursus offline beschikbaar zijn. Personen die graag toegang willen tot deze gratis taalkursus voor gezondheidswerkers kunnen contact maken met het malaria-programma. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.